Hi, goeiedag. Welkom terug op mijn kanaal. Er is gevraagd of ik een Dior Skin Glow-achtige video wilde maken. En dat wil ik natuurlijk wel. Dus ik heb even alles gezocht wat ik van Dior heb. En dat is echt niet zoveel. Maar wat ik daarvan heb, gaan we gebruiken. Dat is de Forever Line. En ik heb ook de Forever Skin Glow Foundation en de Forever Nude. Ik heb een primer, een lipstift, een lipgloss, een lippotlood, een blush en een oogschaduwpaletje. Dat wat ik niet heb, wenkbrauwen, mascara, een bronzer, dat ga ik gewoon even, zeg maar, aanvullen vanuit mijn everyday bakje. Dus laten we beginnen. Wat is wel raar hier zo in het midden. Zo. Ik heb de Forever Glowy Veil. Dit is een soort milky primer die een soort glow achterlaat. Nou, die heb ik niet nodig, want ik heb mijn skincare net gedaan. Het is een beetje melkerig en het voelt alsof je, ik heb een haarmand ergens, alsof je een skincare product opsmeert eigenlijk. Maar dit geeft echt glow. Ik vind, dit is een dure primer natuurlijk, hè, Dior. Ik vind dit echt een hele fijne primer. Zegt er nog iets op de achterkant? Nee. Hydraterend 24 uur. 24-hour hydration radiant primer concentrated in skincare. Nou ja, zo voelt het ook. Ja. Dan heb ik. Ik doe overal mijn bril voor op. De Forever Skin Correct Concealer in de kleur 1N. Dat is mijn kleur. 24-hour wear caring. 24-hour wear caring full coverage creamy concealer. Floral extract enriched. Multi-use. Dus hij is niet alleen voor je onderogen. Even laten zien. Zo ziet hij eruit. Ik doe altijd een beetje hier voor de donkere ogen. Ik doe een beetje boven mijn wenkbrauwen voor de roodheden. Een beetje op het bruggetje om dat te highlighten. Dan mijn enorme rode plek hier. Die heb ik hier ook een beetje, maar dat is meer om de kaaklijn te doen. En hier een beetje tegen de roodheden. Dat is wat ik doe aan concealer. Nou, een beetje op mijn kin meestal. Eén tipje zo. Dit is mijn concealerroutine, zeg maar. En dan drukken. Niet, maar drukken. Want dan blijft hij het meeste op zijn plek. En ik doe hier ook, hier doe ik wel vaak zo hoor. Maar bij deze is het echt belangrijk dat ik de meeste dekking krijg. Ik heb een enorme puist hier. En ik weet niet hoe dat komt. Ik heb zelden. Zelden een puist. Het is mij volledig onbekend wat er gebeurd is. Oké, dan heb ik de Dior Forever Skin Glow Foundation in 1N, hè. En ik heb de Forever Nude Wear. Hoe heet dat ding?
Even mijn glazen schoonmaken hoor. Natural Nude. Hiervan zeggen ze 24-hour wear foundation, natural perfection, concentrated floral skincare. En hiervan is ook de kleur 1N, hè? En hiervan zeggen ze 24-hour wear radiant perfection skincaring foundation. Met SPF. Ik dacht, we doen een keer zo half-half. Dan kunnen we het verschil goed zien. Dus ik begin met de Skin Glow. Die doen we dan hier. En dan moet ik zeggen, dat heb ik nog nooit gedaan, dit. Dior geeft kleine pompjes. Dus dat, het zou goed moeten komen. Ik neem even dezelfde kwast. Ik kijk daarheen, want daar is mijn spiegel. Daar kan ik het beste zien. Over de plekken waar de concealer zit, moet je het dan wel weer stempelen. Anders veeg je de concealer vrolijk weer weg. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Oké, dit is de Skin Glow kant. En dan doen we op de andere kant de Natural Nude. Zo. Pak ik wel even een schone kwast. Dat vind ik dan wel eerlijk, zeg maar. Deze is van de Real Techniques. Sorry, dat gaat automatisch. Ik voel het mezelf doen en denk, nee, ik moet aan deze kant blijven. Oké. Dat is de foundation. Wat zie ik? Het geeft allebei, naar mijn idee, een medium dekking. En als het een beetje indroogt, dan heeft die Skin Glow niet meer zo heel veel glow. Voornamelijk hier zie ik glow en bij mijn voorhoofd. Maar de Natural Nude geeft nog wel glow, maar die is natuurlijk nog net aangebracht. Ja, het geeft allebei een gelijk effect, denk ik. Als ik het zo kijk, zou je zo niet zien dat ik twee verschillende foundations op heb. Denk ik. En ineens denk ik, ik heb een poeder van Dior. Ik had geen poeder gepakt, maar ik heb een poeder. Oh! Sorry, daar ben ik weer. De Powder No Powder poeder heb ik van Dior. Die ga ik dan even met een dingetje onder mijn ogen doen. Ondertussen word ik nu gebeld, zie ik. Um,
Ja, dit is een pressed powder. Die je niet zal zien verder. Daarom heet hij ook powder no powder. Maar ik vind altijd wel. Ja, ik wil mijn gezicht gewoon goed droog hebben voor de touch, zeg maar. En dat doet hij niet helemaal. Het ziet er prachtig uit. Eerlijk is eerlijk, het ziet er prachtig uit. Maar dit is voor mij meer een finishing powder. En hij is niet zozeer dat je denkt. Kijk, hij matteert het ook niet helemaal. Hè? Je ziet de glow duidelijk nog komen. Ik heb iets meer nodig om het. Ik hou niet van dat plakkerige gevoel. Dus ik doe even mijn Moira poeder op. Die is heel dun, heel licht. Beetje blurring ook. Oeh. Als het voor het aanraken maar een droog gevoel geeft. Dat vind ik wel gewoon een fijn gevoel. En de huid ziet er nog steeds mooi uit. Ik ga even mijn wenkbrauw doen. Daarvoor heb ik niks van Dior. Dus ik doe het even met de brow stick van Catrice. Dat is eigenlijk gewoon een beetje mijn everyday routine. Dan doe ik daarmee de voorkant. Hier zit genoeg kleur op voor mij. Om het deel waar ik echt haar heb. Zeg maar te kleuren. En een beetje in model te brengen. Zo. Maar goed, mijn wenkbrauwen stoppen daar. Dat vind ik te kort. Dus ik heb nog steeds de Wow Brow. En dan maak ik heel even een. Ik verleng ze gewoon even een stukje. Zo. Ik borstel ze heel even door om het iets zachter te maken. Oh, dat heeft geen nut. En wat ik dan altijd doe met wat er over is op mijn kwast van de poeder, ga ik er even doorheen zo. Wenkbrauwen gedaan. Check. Dit Dior. Ik heb een Dior paletje. Dit is de Dior Backstage Eye Palette in 002 Cool Naturals. Cool Neutrals. Cool Neutrals. Dat is deze. Is een heel mooi paletje. Ik pak even mijn dingetje erbij. Kan ik even mijn kwast een beetje afdoen. Wat ik eigenlijk vaak doe is deze kleur. Zo.
Maak hem even schoon. Dit schoonmaakdingetje komt gewoon van Boosje Shop. Catrice heeft ze ook, die heb ik ook. Maar, nou ja, goed. Dan neem ik een donkerdere bruin. Denk diegene eronder. Ja, dat is nu erboven, want ik hou hem op zijn kop. Een heel klein beetje in het hoekje. Zo. En dan neem ik even een andere fluffy. Ja, laat ik deze even nemen. En dan neem ik die lichtroze, deze. Voor aan de binnenkant. En dan heb ik altijd een hele grote kwast. Dit is eigenlijk een soort highlighter kwast. En gaan we even alles zo mee vervagen. Dat het één mooi geheel wordt. Wil ik een shimmertje? Nee, dat wil ik vandaag niet. Dit is hem. De ooglook. Even mascara opdoen. Dit is de Pure Volume van Catrice in Burgundy Brown. Met het eerste laagje doet hij niet zoveel hoor. De Dior Backstage Overcurl, volgens mij heet die zo, van Dior, is echt, echt wel een hele fijne mascara. Wat ik nog wel even wilde doen, dan moet ik even een soort kwastje voor zoeken. Nou, dat kan deze wel. Is een heel klein wingetje zetten. Met de donkerste kleur. Even heel... Ja, zo. Even net een beetje meer. Een tweede laagje. Dit is gewoon een hele mooie everyday mascara. Het geeft je niet per se een wavavoem. Ik doe altijd wel aan de onderkant mascara, maar geen make-up aan de onderkant. Want dan, ik heb het idee dat mijn ogen een beetje groter lijken op die manier. En ik heb niet van die hele grote ogen. Zo. Ogen zijn wat mij betreft nu klaar. Ik heb geen bronzer van Dior, dus ik gebruik even die van Revolution. Ja, dat kan ieder ding zijn, hè. Maar ik heb er gewoon geen een van die, hoor. Uiteindelijk viel mij op dat ik helemaal niet heel veel make-up van Dior heb, eigenlijk. En dat geeft ook helemaal niet.
Er staan nog wel dingen op mijn wishlist, zoals die nieuwe highlighters en zo. Ja, dat lijkt me heel mooi. Dit is een... En dan heb ik een blush. Dit is de Dior Rouge Blush in de kleur 459 Chanel. Ja, daar, ik kan er niks aan doen. Dan ziet hij er zo uit. Het is een hele mooie... Ja, een beetje peachy-achtige kleur. Maar niet te licht. En toch ook een beetje rozig. Meer heb je niet nodig. Meer heb je gewoon niet nodig. Ik doe een heel klein beetje van de Charlotte Tilbury Hollywood Falls filter op. Zo, een klein beetje highlighter. Ik heb weer een traanoog. Jippie-jajé. De lippen. Ik moet overal mijn bril voor opzetten. Ik heb de Dior Lip Liner Pencil. Ja, meer is het gewoon niet. In de kleur 100 Nude Look. En dan heb ik de Dior... Zo... Rouge Dior Forever, is ook de Forever line in de kleur 100 Forever Nude Look. En dan heb ik de, dat is deze, de lippenstift. En dan heb ik de Lip Maximizer in de kleur, dit is Dior Addict Lip Maximizer in de kleur 013. En volgens mij heet die gewoon beige. Oh, jeuk. De lip liner. Heel licht. En dan de lippenstift. Dat is zo'n smalle. Dit is een matte lippenstift. Hij is niet heel erg creamy hoor. Dit is een lippenstift waarvan ze dan zeggen dat hij smudge-proof is en kiss-proof is en van alles is. En dat is hij bij mij niet. Zij noemen dit Nude Look. Het is een beetje roze. Doet me qua kleur een beetje denken aan Pillow Talk. En dan heb ik de Lip Maximizer. De gloss gewoon. In de beige kleur. Dit is hem. Ik, normaal doe ik dan een setting spray eroverheen. Kijk even naar mijn gezicht. Die behoefte voel ik nu niet, zeg maar. Ja, die Lip Maximizer tintelt wel een beetje. Maar niet vervelend of zo hoor. Maar die tintelt gewoon een beetje. Dit is hem. De Dior look. Dit is de Skin Glow. Forever Skin Glow. Dit is de Forever All Natural Nude kant. Ja, je ziet niet zo heel veel verschil hoor. Ik heb een traanoog. Ken jij de producten? Heb jij dingen geprobeerd? Heb jij aanraders van Dior? Laat het me weten dan. Ik wil altijd nieuwe dingen proberen. En Dior, eerlijk is eerlijk. Ik vind de make-up van Dior echt super.
Heb je nog een ander merk waarvan je denkt, ik wil dat zien? Als ik het heb, dan doe ik het relatief snel. En anders zou je even moeten wachten, want ik moet het zelf kopen, hè? Dus daar moet even budget voor zijn. En niet dat ik. Het is niet zo dat ik onbeperkt aan kan uitgeven, natuurlijk. Hè? Dat zal iedereen begrijpen. En ik moet dat een beetje inplannen. En ik heb al dingen gepland van, nou, dan koop ik dat en dan koop ik dat. En dan wil ik dat proberen en dan wil ik dat proberen. Dus dat komt dan gewoon in het rijtje. En zoals met Kylie, weet je, het heeft even geduurd. Vorige maand hebben jullie dat gezien. Maar het komt echt. En Dior is een fijn merk. Ik vind Dior echt, 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 echt top. Dat was hem. Dit was de video. Bedankt voor het kijken. Laat een duimpje omhoog en laat een idee achter als je dat hebt. Opbouwende kritiek is welkom. Zeurderige kritiek liever niet, want niemand zit te wachten op negativiteit. En als je de moeite neemt om dat even in te tikken, dan kun je net zo goed even iets anders gaan doen. Want niemand zit daarop te wachten. Maar goed, dat is even zo, want ik hoor dat bij anderen. Niet dat ik heel veel negatieve, helemaal niet, want jullie zijn heel aardig voor mij. Heel leuk. Maar ik hoor het bij anderen toch wel regelmatig nog terugkomen dat ze negatieve kritiek krijgen. En als je het niet leuk vindt, kijk gewoon lekker niet. Even goede vrienden. Ik ga verder met mijn dag. Ik ga een beetje opruimen en ik ga even lunchen zometeen met Wessel. En dan zie ik jullie graag bij de volgende. Doei!